moet de bal. Ah! Oh, scheids! Hé, hey, scheids! Scheids! Help! Moet naar mijn les! Zeg mijn mama dat ik van de hout! Een hele goede dag, dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Terug naar Toen. Vandaag ga ik terug naar de voetbaltraining. Jazeker. Voor de mensen die het niet weten, ik heb vanaf mijn 6e tot mijn 17e intensief gevoetbald. Ik speelde best wel goed in de 6e klasse, desalniettemin. Weet ik wel hoe je een bal ongeveer moet aanraken. Dus dat wordt super gezellig. Ik verwacht vandaag fanatisme. Ik verwacht vandaag lol. En ik verwacht vandaag een klein beetje chaos. Heb je er zin in, Guy? Ja! Hey! Ah, we zijn gearriveerd op de voetbalclub. Op de club. Hoe heet het nog maar? VVS. VVS, goed. Het plan voor vandaag is als volgt. We gaan volgens mij eerst even een redelijk intensieve training doen. Dan gaan we wat oefenen en volgens mij gaan we uiteindelijk eindigen met een partijtje. Ik heb wel enigszins het... Hallo. Maar het neemt niet weg dat we vandaag gewoon gaan voor de winst, oké? Okay? Dat is het allerbelangrijkste. Het niveau is heel hoog. Dus dat wordt spannend vandaag. Kijk, het is wel een tijdje geleden dat ik zo over een voetbalveld heb gelopen. Weet je wel, onderweg naar de training, onderweg naar de wedstrijd. Dus ik ben wel meteen weer terug in die 2006 sfeer ongeveer. Hey, ik ben Kelvin. Hoi zo. Ik ga vandaag voetballen met jou. Top. Wel snel omkleden, want zo kan ik het niet. Ik wacht nog op mijn tenue. Want deze meneer houdt niet van Ajax, kan ik dat concluderen? Dat klopt, ja. Jij houdt van? PSV natuurlijk. Oké, ik ga weer naar huis. Dames en heren, het is tijd om ons even over te kleden. Let's go. Oké, welcome to the match, papies. Start de training, dames en heren. Ja, we beginnen met training. Let's go. Hey, waar beginnen we ook weer altijd mee, jongens, de training? Met de warming-up. Laat de ballen maar liggen. En dan gaan we altijd een paar oefeningen doen, hè. Dus we gaan tot het einde en weer terug. Lekker rustig. Kopzet. Lekker rustig joggen. Heel goed, jongens. Niet hard. Mooi zo. Heel goed, mannen. Zijwaard. Zijwaard, joh. Oh, sorry Bas. Ja, dat kan gebeuren jongens. Het ging meteen fantastisch. Ja, ik ben iets groter en iets zwaarder dan de rest. Dus ik moet even oppassen waar ik loop. Ja, Moos. Pak de bal, jongens. Lekker set, goed gedaan. Box houden. Ja, goed afgepakt jongens, goed afgepakt. Oké, we gaan op doel schieten. Ga je daar achter? Ik moet alleen een beetje oppassen dat ik niet te hard schiet, want dit is de keeper. Dus... Mooi. Lekker! Ik ga wel een geplaatst schot doen. Dat is de bedoeling. In het hoekje. Ja, oh, dat is ook mooi. Ik kan eerst doel raken, jongens. Ik ben gewend dat het doel wat groter is. Ik pak vol de lat. Ja, kijk, weet je. Het is niet makkelijk. Voetbal tegenwoordig is niet makkelijk. Als je de bal hebt met je team, wat ga je dan doen? Ja, uit elkaar, jongens. Heel goed. Kalfijn. Scoren. Ja, scoren! Oh, dat zou mooi zijn. Hè. Dat is het leukste, ja. Oké, ik heb een hesje. 10 minuutjes. Dit wordt... Steempie Schaaf, wie mag beginnen? Ja, ik met jou. Steempie Schaaf. Trainer, dit... Hij staat goed, is precies goed. Ja, staat het goed? Hij staat goed. Oké. Okay. Ja, perfect, perfect. Kijk. Hij is voor je gemaakt. Ja. Steen, papier, schaar. Shit. Ik ben door een 6-jarige ingemaakt met steen, papier, schaar. Wat gaan we vandaag doen, jongen? Even elkaar goed in de ogen aankijken. Wat gaan we vandaag doen? Scoren. We gaan vandaag scoren. Wat gaan we nog meer doen, jongens? Verdedigen. We gaan winnen, inderdaad. En we gaan verdedigen. 3, 2, 1. Yeah! Let's go! Ik blijf verdedigen, jongens. Sleutel tot een goed team is een sterke achterhoede. Vroeger op het veld zeiden we altijd ego. Als iemand alleen de bal pakte en helemaal alleen probeerde te scoren. Maar ik ga het wel proberen vandaag. Oh, die pingel achterin, en die pingel achterin. Yes, het is gelukt, dames en heren. We hebben gescoord, lekker team. Lekker, lekker, lekker. Goed bezig. En door. Hè, pakken. Oh nee! Yeah! Jongens, wat is dit? Dit kan toch niet? Scheids! Hé, hey, scheids! 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 Nee, maar dit is niet oké. Okay. Het is niet oké. Ik kan niet meer lopen, jongens. Is het een vrije trap? Het is wel een vrije trap. Oké, het is een vrije trap. Lekker. Zo dwing je die vrije trap af. Yeah!
Lekker team. Lekker team. Goed gedaan. Goed gedaan. Oh, we moeten door. Sorry. We gaan nog even panels nemen. En ik heb het idee dat ik op keep ga. Dus mijn doel is vandaag om elke bal tegen te houden die komt. Ik vind dat ik dat moet kunnen. Ja, ja. Oh, oh die keeper. Goeie keeper. Oké, let's go. Ja, mooi. Lekker gedaan, Seth. Komt even de volgende. Down. Zo. Lekker gedaan. Mooi, Jesper. Oh. Ah. Kan niet altijd goed gaan, man. Lekker Jesper, je hebt toch gescoord vandaag. Ah, dit was mijn grasprietteller, weet je wel. Die eindstand toch gescoord. Goed gedaan, jongen. Ik ga nog één panel nemen. En we hebben vandaag niet één keeper, niet twee keeper. Maar, wat is het? 8 keepers. Zitten we in hetzelfde team en dan moet ik tegen 8, tegen 9 keepers. Maar het moet goed komen. Kijk je dan. Keeper klaar. Daar gaan we. Yes. Woe! Lekker. Dit was hem. De winning goal. Hoe was de training? Hoe vond je de training? Ja, je hebt talent. Ja? Ja, echt. Voor in de kweekvijver scoor ik gemiddeld. Je bent van harte welkom in onze kweekvijver. Oké. Okay. Je stoomt direct door naar, ik denk wel naar het eerste. Naar het eerste van Barcelona. Ja. Oké. Okay. PSV. Oké. Okay. Kom, we gaan nog even wat leuks doen. We gaan vandaag proberen te scoren op leeg doel. Alleen, er is een moeilijkheidje. Voordat je schiet, moet je een paar rondjes om de bal heen lopen. Een paar is twee. Ik denk 7 rondjes om de bal. En dat moet je zo doen. Ga je maar tellen. 1, 2, 3, 8. Ik doe er even meer, want ik ben groter. 9, 10. En nu moet ik scoren. Maar ik kan niet meer lopen. Ah! Dus dat gaan we allemaal doen vandaag. Oh, oh. Oh, 4. 5. Oké. Dit was hem. Nu de ruimte. Dit is het dichtstbijzijnde wat je bij dronken kan komen, denk ik, op die leeftijd. Ze mogen nog niet drinken, maar... Beetje afstand? Juist. 4. Ja, daar ga je. Oh, oh. Oh! Oké. Hey, ze doen het beter dan ik, man. Hoe vond jij het vandaag met Calvin? Leuk. Leuk. Ik ben heel goed. Wie scoorde die? Nou, kom zitten, Calvin. Ja, ja hebben, jongens. We hebben even overleg gehad of je in ons team past. Nou, en we zijn het allemaal met elkaar eens, hè. Wat hebben we besloten? Dat het, ja, hè? En waarom hij erbij mag, was hij kan goed helpen. Ja. Hij kan goed samenspelen. Ja. Hij kan goed scoren. Nou, dat is precies wat wij nodig hebben in ons team. Dus je bent van harte welkom bij ons in het team. Nou, een applausje voor jezelf. Ja. Jullie hebben het supergoed gedaan. Maar ik wil mijn schoenen uit, want ik krijg het warm. Ja, nu is het ook klaar. Spanningsboog van 3 kwartier en dan... Dat is, okay. Al, dat is al heel wat. Dan gaan we lekker omkleden, ja? Ja! Lekker! Goed gedaan, boys. Hartstikke goed. Kom, we gaan even lekker zitten. Kom even goed bij naast elkaar zitten. Zijn we trots op onszelf? Ja? Zijn jullie trots op mij? Ja. Zijn jullie trots op Seth? Ja. Zijn jullie trots op iedereen? Ja. Goed zo. Ik vind dat we het fantastisch gedaan hebben. En mag ik nog een keer vaker komen in jullie team? Vind je dat leuk? Ja. Hé, hey, joh, waarom ben je aan het vergeten, joh? Kom erbij. Gaat goed? Lekker. Oké, nu zijn we wel uitgevoetbald, hè? Dus het is nu wel klaar. Dus nu mogen we toch omkleden. Ja, en wat gaan we dan daarna doen, Seth? Naar de kantine gaan, mag ik kauwgom halen. Ja, en hopelijk ook. Ik heb zin in friet, heb ik ook patat halen hier. Ja, dat kan dat ook? Patat! Oké, dat ga ik proberen te halen. Seth, jongen, dat was mijn training, niet normaal. Ja. Ben je moe? Nee. Nee? Mevrouw, mogen we iets bestellen? Ja. Wat heb je zin in? Kauwgom. Eén kauwgom graag. Eén kauwgom? En een frietje met mayo. Maar we hebben geen kauwgom. Oh, ze hebben geen kauwgom. Wat dan? Ga je even lekker kijken. En een cola. Ja. Nee, doe maar fristie. Heb je fristie? Ja. Ik heb eigenlijk zin in dit, maar het lijkt me niet. Lijkt me niet meer helemaal op het moment. Willen jullie ook nog wat lekkers? Ik trakteer. Ja. Zeg maar.
Ja? Dus twee keer dit nog. Mevrouw, mogen we nog twee keer dit? En wat drinken? Ik zou dit aanraden, dit is top. Alcoholvrij. En chocomel. Proost, Seb. Proost. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Terug naar Toen. Seth, vond je het gezellig? Ja? Ja. Vond je het leuk? Ik wil VVS even bedanken en René in het bijzonder voor het meewerken aan deze video. En natuurlijk iedereen die lekker heeft meegespeeld. Abonneer op mijn kanaal. Mijn naam is Calvin. Doe eens gek, je bent normaal genoeg. Tot de volgende week. Doei.